Tweede helft augustus en dan het pootgoed nog aan het rooien. Normaal denk ik dan al aan consumptie rooien. Laat gepoot, toen ik wilde gaan rooien, veel te nat. Dit zijn de derde en Oudrias klonen. De twee rijen die ik hier oogst voor pootgoed op 18 centimeter plantafstand. Totaal 12 planten. De twee rijen consumptie hiernaast op 30 centimeter. Totaal 8 planten op dezelfde oppervlakte. Ook dan wat kleuren liggen. Deze rode is ook geschikt voor chips en heeft in tegenstelling van groentechips lage acrylamidegehaltes. Ook zijn er een aantal sterk tegen Phytophthora. Er zitten hoge waardes aan gezonde voedingsstoffen in. Zeer donkergele vleeskleur heeft ook mijn interesse. De gele kleur komt van caroteen, ook een gezonde voedingsstof. Het valt niet mee om opbrengst, kleur en een goedkoop type te combineren. De kleur is ook pas goed te beoordelen in uitgerijpte aardappelen nadat ze gekookt zijn. Hier heb ik mijn eerste derdejaars klonen uit het zaad van Bio-Impuls. Hier een aantal bakken om de variatie te laten zien. Gemiddeld valt het aantal knollen per plant en dus de opbrengst dit jaar tegen. Ook daardoor zijn ze nogal grof. We'll be right back.
bedankt voor het kijken.